Een absolute toptijd neerzetten. Het is geen hoofddoelstelling meer bij de Eindhovense Marathon. Toch wordt er wel geprobeerd een toptijd af te dwingen. Met een nieuw parcours en door de concurrentie tussen de lopers aan te jagen. Wat je eigenlijk ziet bij veel internationale topmarathons, de major marathons, is dat ze op de eerste helft zo snel starten, dus op 1:01:30, dat er uiteindelijk wel één of twee topatleten overblijven, maar dat de rest eigenlijk helemaal instort. En wat wij hebben gezegd, als we nou die jongens die nog net het setje nodig hebben naar de absolute top, als we die nu in een groepje faciliteren en wat voorzichtiger weggaan, dan blijven ze langer bij elkaar, zou er in theorie meer strijd moeten ontstaan en zouden ze uiteindelijk dus tot een snellere tijd moeten komen. Geen absolute wereldtopper dus, maar juist vier subtoppers aantrekken die elkaar helpen en uitdagen. En die strijd gaat zondag onder andere tussen deze Kenianen en Ethiopiër. Good times normally comes when you help one another. When you go gradually as the pace increases. So I think it is a good thing. It is possible to run a good time when you help one another than one person going alone. De Afrikanen gaan vooral voor de winst zondag of hopen op een persoonlijk record. En dat moet lukken in Eindhoven. Eindhoven has a good course. The course is flat and the conditions are good. So that is why I thought it is good to look for a personal best in Eindhoven. Studio 040 zendt de marathon zondag live uit op radio en televisie.